In deze video laat ik je zien hoe dat we de tabellen aanmaken. De tabellen had je eigenlijk al in de klas aangemaakt, of een aantal tabellen. Ik ga ze zo snel mogelijk aanmaken. Ik sleep het scherm even in beeld. Ik heb gedrukt op tabellen en creëer een tabel in de ontwerpweergave. De eerste tabel die ik ga maken is de tabel van alle klanten. Dus ik heb wat klantgegevens nodig die ik ga willen invullen natuurlijk en gebruiken in mijn uitnodiging. Van een klant, daar weet ik van wat. Een klant heeft altijd een klantnummer nodig, een klant ID. Van die persoon wil ik ook zijn achternaam, zijn voornaam. En ik ga het heel eenvoudig houden, straat en nummer. En dan zijn postcode. Stel dat ik er ook nog de geboortedatum bij wil. Voilà, dat zijn de dingetjes die ik wil bijhouden van de klant. Jullie hebben iets meer velden, maar je ziet dat in mijn printvoorbeeld. Een klant-ID is altijd van het type, bij jullie heet dat geheel getal, bij mij in het Engels heet dat integer of integer. De autowaarde zetten we op ja, zodat die automatisch gaat nummeren. De lengte laten we maar op 10 staan, dat maakt nu niet zoveel uit. Achternaam is van het type tekst, voornaam ook, straat en nummer ook. Postcode is natuurlijk geen tekst, maar is een nummertje. En postcode gaan we verplicht aanzetten. De lengte zetten we op 4, want een Belgische postcode, moet ik er even zo aanduiden, 4. Is maar 4 cijfers lang. Een geboortedatum is niet van het type tekst, maar van het type, moet ik hem zelf even zoeken, date of datum. Voilà. Invoer verplicht. Nee, ik zal de achternaam op ja zetten. En de voornaam verplicht ook op ja. Stratennummer. Oh, laat ik nu in dit geval open. Als je de tabel zou bewaren, dan gaat hij bij mij al zien klant ID, omdat ik dat ID noem. En van het integer type maak en autowaarde gaat hij daar zelf de primaire sleutel zetten. Had je dat nog niet, had je dat dus zo staan, dan doe je rechtermuisknop, primaire sleutel. En je gaat die tabel bewaren. Ik noem dat de tabel, TBL, klanten. Oké. De eerste tabel is al af. Als ik die zou willen gaan invullen, dan kan ik daarop dubbel klikken. Ik sleep hem eventjes in het scherm. Stel dat ik mezelf als klant ID ga invullen. Nou, we gaan even kijken waarom dat de autonummering nog niet werkt. Ik zal het zo dadelijk nakijken. Stel dat ik mezelf even ga invullen. Veldje Jens Vijverstraat 50. Postcode 3600. En geboortedatum 1910-1979. Zo oud ben ik al. Dus eventjes kijken. Bewaren is echt, je mag dat niet bewaren, want je geeft hier geen waarde in mee. Ik zal eens even kijken wat dat daar misgegaan is. Ik zal het nu eventjes bewaren. Eens even kijken. Rechtermuisknop edit. Klant ID. Ah, autowaarde is blijkbaar op 0 gesprongen. Dus nog eens eventjes terug op yes zetten. En even nakijken of die het nu wel doet. Dus de tabel klanten. Ja, nu staat er autofield wel ingevuld. Welke naam had ik nog staan? Ik zal eens eventjes kijken wat ik nog in het voorbeeld had gezet. Lieben Evi. En die had ik in de straatweg 12 gezet. 500 en dat zal dan uiteindelijk Hasselt zijn. Zo, 1980. Ik zal een derde ook pakken. Dan hebben we er twee. De Waal hadden we in het voorbeeld gezet. Frans. Op een andere weg, maakt het niet uit. 105. Bus A. Of bus 2. En die woont in 1000. Die gaat in Brussel wonen. 1000 Brussel. Die mens is geboren op 1 januari. 1980. Voilà, mijn klantentabel is eigenlijk af, of een voorbeeld daarvan is af. Ik ga een tweede tabel maken, de tabel met de gemeentes. Daarin weet ik dat een gemeente een postcode heeft. Dat de gemeente, ik zal het gemakkelijk maken, postcode nummer. Ik zal de gemeente als naam erbij zetten. Nou, dat is eigenlijk een beetje zo dat ik dat echt nummer noem, want postcode is altijd een nummer. Gemeente en uiteindelijk ga ik zijn provincie eraan vast. Schrijffoutje. Provincie. Postcode is van het type nummer. Dat weten we ondertussen. Dat is 4 karaktertjes lang. Is zeker verplicht om in te geven. De gemeente staat op tekst. Dat is goed. Is een beetje te lang op 100, maar maakt nu niet uit. En de provincie ga ik ook vasthangen. Dus daar ga ik ook een nummertje van maken. Nummer. Daar staat hij. 100 is veel te lang. 10. Dat is, zelfs dat is eigenlijk te lang, maar op zich maakt het niet uit. De primaire sleutel ligt bij postcode. Ik ga de tabel bewaren. Ik noem de tabel gemeenten. Oké, eens even kijken of we die kunnen invullen. Ik ga de fout eens maken. Ik ga de postcode 3600 ga ik zeker invullen. Genk, provincie. En de provincie zal 2 zijn, want de provincie wordt zelfs Limburg.
De postcode 3500 dat ik ook gebruik, Hasselt. Ook in provincie Limburg. En de laatste postcode, die ene postcode die ik bij deze klant al gebruikt had. Postcode 1000, laat ik er eventjes uit. Dan ga je zien dat de relaties niet werken. Goed, een laatste tabelletje dat ik nu ga maken. Zo is de tabel van de provincies. Provincie nummer, eventjes. Dat is van het type nummer. Net hetzelfde als ik daar juist die ene gemaakt had. En dan de provincie. Provincie zelf is van het type tekst. Zeker verplicht, 100 karakter is zeker lang genoeg. Ik noem die tabel. Oei, ik ben één dingetje vergeten, die primaire sleutel te leggen. Zo, primaire sleutel. Ik ga die tabel bewaren. Tabel provincie. Oké, die tabel is ook gemaakt. Ik ga een aantal provincies invullen. Ik denk dat ik er een paar had klaargezet. Ik had ze allemaal ingevuld voor jullie. Dus provincie 1 had ik de provincie Antwerpen gezet. De provincie 2 is Limburg. En eens eventjes kijken. De provincie 5 ga ik zo dadelijk houden. Is Vlaams-Brabant. Jullie vullen natuurlijk alle provincies in. Hè. Zo, voilà. Dus de kwestie van hier de relaties tussen te leggen. Jullie moeten nog één tabelletje maken. Of één tabelletje maken van artikelen. Maar ik ga de relaties al eens proberen te leggen. En eens kijken wat dat al geeft. Onthoud dat ik één klant heb met postcode 1000. Die niet in mijn postcode of in mijn gemeentetabel staat. Dus die staat er niet. Dat gaat een probleem geven, dat wil ik jullie laten zien. Bij jullie heet dat extra relaties, bij mij tools relationships. En ik krijg de tabellen te kiezen. Ik dubbelklik op mijn drie tabelletjes. En daar ga ik de relaties tussen leggen. Ik zal het ietsje groter maken. Zo. En zo. Mijn klanten moeten gelinkt worden aan mijn gemeenten en die op hun beurt weer aan de provincies. Ik heb de postcode hier nodig die ik wil linken met deze postcode. Ik laat dat los en er komt geen link. Bij jullie komt er waarschijnlijk een foutmelding. Dus bij mij doet hij het niet. Ah, daar is hij. De foutmelding no parent 1000. Als je dat krijgt, dan weet ik eigenlijk, er is een postcode 1000 die ik gebruikt heb, maar die hier niet terugvindt. En dat klopt ook, hè. Dus ik ga eens even rap datgene aanpassen. En ik zeg bij mijn gemeenten, daar, als ik de postcode 1000 nu ga toevoegen, 1000 was, als ik me niet vergis, Brussel. Brussel, en Brussel ligt in de provincie Vlaams-Brabant, dus zet ik er 5 bij. Bewaren, sluiten, ik ga opnieuw naar mijn relaties, ik ga opnieuw die postcode verbinden, en ik laat los, en nu krijg ik die verbinding wel degelijk gemaakt. Dus dit is een van de grootste fouten die gemaakt worden. Ik kan het al eens bewaren. Ik had een ander voorbeeldje kunnen doen. Ik zal deze provincie eens van een ander type maken dan deze provincienummer. Dus snel even veranderen, zodat je ziet dat er ook een foutmelding gaat optreden. De tweede meest voorkomende fout. Dus ik ga die provincie eens editeren en ik ga hier bij provincienummer, of ik zal het wat duidelijker maken bij de gemeenten hier. Ik zal deze provincies van het type tekst maken. Gewoon tekst. Bewaren. Oké, je gaat zien dat dat niet veel verandert aan de gemeente, hoor. Die 522 die blijft nogal bestaan. Maar als ik mijn relaties ga leggen, zo, tussen die provincienummer en die provincie, nou, het duurt eventjes eer dat die foutmelding komt. Column types do not match. De kolommen kloppen niet. En dat is logisch, hè, want ik heb eentje van het type tekst gemaakt, dus ik ga dat rap aanpassen. De tekst, hier zit die. Die provincie is niet van het type tekst, maar is van het type nummer. Zo, ik had dat nummer 10 lang gemaakt, maakt niet zo heel veel uit. Ik sluit, tools, relationships, en als het nu goed is, ga ik die twee aan elkaar kunnen verbinden en ik heb een 1 op veel relatie. Dat zijn de tabellen die we eigenlijk in de les al hadden afgewerkt. Nu aan jullie.